Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door OG Clean Fuel. De tweede wedstrijd, thuiswedstrijd van Orange Gas Capitals is tegen Geleen. Vanavond hebben we de trainer Arjen Peters van Orange Gas Capitals, welkom. En de trainer van Geleen, Frans Zwarthoed, ook welkom. Hallo. Kennen jullie elkaar? Ja. Dat vang ik te zeggen, nou houdt het op. Hè. En jij kent hem ook niet natuurlijk? Nee. Als speler of trainer? Nee. We beginnen met jou, Arjen, want... De cijfers van vorig jaar, daar zie ik dat Marco Pasman al veel heeft gescoord, veel punten heeft gemaakt en nu zit hij bij jou op de bank. Ja, ik ben blij met Marco in de staf en het team en de club. We zijn blij dat we die samenwerking kunnen doen. Op een gegeven moment bereik je een leeftijd, ja, dan houdt het een keer op en dat geldt voor hem ook. Maar ook Jelle Dakkum is gestapt. Ja, klopt. En dat hebben we intern kunnen opvangen met onze eigen jongens. Die goed ontwikkelen en dus die positie hebben wij weer met jongere gasten op kunnen vullen. Maar die twee jongens die zijn goed voor 42 goals. Ja, klopt. Alleen we hebben nieuwe jongens die die goals ook moeten maken. En dan zie ik de cijfers van jullie, Frans. Nogal veel doelpunten tegen vorig jaar. En dat zal dit jaar hetzelfde zijn. Ja? Want? Ja. Kijk op het ijs, de oudste speler die we bij ons hebben is 26 en de jongste 16. En de jongste is dat Kein Keulen? Nee, de jongste is Noblesse, Jesse Noblesse. Noblesse, oké. Okay. Want ik hoor van mijn collega Mark Houkes dat dat een enorm talent is, die nummer 60. Zijn vader was een hele goede ijshockey, hè? En hij moet toch heel veel stapjes maken om een beetje in de voetsporen te komen. Heb jij zijn vader gekend? Lambert, ja, daar heb ik mee samengespeeld, de jonge Oranje. Oké, okay, leuk. Ja. En hoe zie je dan naar hem? Heb je hem al zien spelen, die nummer 60? Nee, ja, ik heb vorig jaar volgens mij wel op het ijs zien staan, maar niet echt bewust naar gekeken. Zeker niet. Wij kijken vaak naar de spelers die er bovenuit steken en die houden we in de gaten. Hey, en hoe was deze eerste wedstrijd dat jij hem komt aanschuiven? Hoe was de zomer voor jullie? De zomer is heel goed gegaan. We zijn eind april begonnen met de voorbereidingen. Door 2-3 keer in de week intensief te trainen met personal trainers. 1 keer in de week samen getraind in Grauw. En op een maandagavond hebben we nog inline gedaan. En de jongens hebben de sportschool vaak bezocht. Dus ze hebben toch zeker 4-5 keer in de week aan ijshockey besteed. En dat was niet te zwaar, want Hoijvinen speelt niet mee. Die speelde vorige week tenminste niet mee. Nee, vorige week was Hoijvinen licht geblesseerd. Die doet vandaag gewoon weer mee, dus die is fit. En hoe is dat in Geleen? Hoe is jullie zomer? Hoe is jullie voorbereiding? De zomer was voor ons heel goed. We hebben voor het eerst 26 spelers op de training. Ja, maar er zitten 7 buitenlanders bij, die studeren in Maastricht. Dus die mogen we niet opstellen, maar ze trainen wel lekker mee. Dus maar hoe doen jullie dat? Want jullie hebben de Venen bij. Ja, en die hebben een eigen programma. Zoals Jonas, die traint de hele zomer in een hockeycompetitie. Die speelt gewoon zomercompetitie met Finse spelers uit de NHL, de DHL en dat soort competities. En dat maken ze één grote competitie van. En dat speelt gewoon de hele zomer door. En die jongens die spelen dus hier wel in Leeuwarden, die Finnen. Mm-hmm. Die staan hier vanavond op het ijs. Ja, dan ligt nu trouwens iemand op het ijs. Ik weet niet of dat Veris is. Maar hoe kijken jullie naar elkaar? Hoe kijk jij naar Leeuwarden, naar de Orange Gas Capitals? Ja, dat is alleen maar bewondering, hè, voor hoe goed het geregeld is. En het is gewoon een topteam. Dus we zullen ons huid zo duur mogelijk moeten verkopen. Dus. En hoe kijk jij naar Geleen? Altijd een beetje in de middenmoot? Nou, ik kijk altijd naar elke tegenstander met veel respect. En we analyseren ook elke tegenstander hetzelfde. De goede punten, de mindere punten. En we moeten het gewoon zien als de puck valt, dan begint het spelletje. En dan ligt het aan ons. We zullen ongetwijfeld de favoriet zijn, maar we moeten het wel laten zien. Onderschatten kan ook nog natuurlijk.
zeker weten. Dat, dat is wel eens voorgekomen in het verleden. Ja, ik heb het meegemaakt volgens mij. Ik wens jullie een hele fijne wedstrijd. Voor ons ook leuk natuurlijk. Ik wens jullie allebei heel veel succes en mooi dat jullie erbij was. Ja, dankjewel. Oké, okay, Frans, dankjewel. Dankjewel. Naast mij zit Mark Houkes. Mark, welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja. Wie is Mark Houkes? Ik ben eigenlijk al een oude man aan het worden, zo langzamerhand natuurlijk. Dat noemen wij een beginnende oude man. Een beginnende oude man. Ja. Want ja, als je eigen zoon al dit jaar voor het eerst overigens maar in het eerste team komt, ja, dan begin je het wel te merken natuurlijk. Ja, wat merk je? Dat je ouder wordt? Ja, dat je ouder wordt, ja. 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 Ja, ik ben nog ouder, dus ik merk het al een tijdje. Maar je zoon speelt mee. Ja. Je vertelde net dat je zelf 45 jaar hebt gespeeld. Hoe zag die carrière eruit? Ik heb best wel wat leuke dingen gedaan. Ik heb een aantal keren kunnen proeven op het hoogste niveau in Heerenveen. Maar ja, nooit echt doorgebroken. Wel altijd in het tweede gespeeld ook in Heerenveen. En in het eerste van Leeuwarden natuurlijk, totdat dat een tijdje is gestopt. Ja, en uiteindelijk ben ik op mijn 28ste ben ik helemaal gestopt met het spelen in Heerenveen en teruggekomen naar Leeuwarden om recreatief te spelen. En dat doe ik nog steeds. Ja, bij de Warriors. Ja, bij de Warriors, ja. Hoe gaat het met de competitie? Oh, jullie zijn net los natuurlijk. Ja, vorig jaar ging het hartstikke goed. Ja, ik weet het. Finale. En dan hebben we de finale gespeeld en helaas verloren. Ja. Maar ja, nu gepromoveerd naar de tweede divisie weer, waar we voorheen ook altijd in zaten. En we zullen dit jaar gaan beleven. Ja. Hoe kijk jij naar je zoon? Wat hij nu doet en wat hij ervoor moet doen? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk hartstikke trots op hem dat hij, dat hij speelt. En dat hij nu in het eerste van Leeuwarden zit. Daar heeft hij best wel wat voor moeten doen vorig jaar. Hij is vorig jaar teruggekomen uit Canada. Daar is hij aan het werk geweest voor een jaar. Een jaar niet gehockeyd. Daar in Canada niet? Nee, in Canada heeft hij niet gehockeyd. Hij heeft alleen maar, het was moeilijk om daar aan te sluiten. Hij heeft wel een jaar ook in Engeland gespeeld en hij is 3 maanden in Zweden geweest om te hockeyen. En daarna is hij dus naar Canada vertrokken voor werk. Nadat hij terug is gekomen, toen heeft hij in het tweede team eigenlijk, hè, in U21 was dat vorig jaar, heeft hij gespeeld. En dat is goed gegaan en nu mag hij aansluiten bij het eerste. Wat is het verschil met je zoon en met jou als speler? Of zijn er overeenkomsten? Zijn er grote verschillen? Ja, kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen van dat het net lijkt alsof ik op het ijs sta. Oh. Maar qua houding en hoe die schaatst. Ja, ik zie dat zelf niet zo, want ik zie mezelf natuurlijk nooit spelen. Nee. We komen uit een andere tijd dat het nog niet opgenomen werd. Daar ben ik wel blij om soms, hoor. Ja, maar bepaalde dingen. Hij heeft natuurlijk ook wel, hij heeft wel wat talent, denk ik. Dat, anders dan kom je natuurlijk niet in het eerste. Anders krijg je niet die kans. Nee. Verder weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat hij ook heel aanvallend is, net zoals dat ik ben. Ja, ja. Was het vroeger harder, de sport? Harder? Nee, ik weet niet of het harder was. Ik denk dat het nog steeds net zo hard is als vroeger. Het gaat nu allemaal wel veel en veel sneller. En ja, bescherming is natuurlijk wel wat meer. En wat we ook hebben, dat is veel betere boringen die meebewegen. Vroeger hadden we natuurlijk in Heerenveen, maar ook in Leeuwarden hadden we boringen. Die gaven niks mee. Nee. Dus als je daar eens een keer echt een goede klap in kreeg, nou, dan kreeg hem echt dubbel. En nu is dat allemaal wat makkelijker. Maar het gaat wel veel sneller. En, ja. Dus de klappen zijn misschien wel harder. Ja. Ja. En de techniek is anders geworden natuurlijk, maar ook het materiaal is anders geworden. Absoluut. De sticks die zijn nu veel flexibeler. Je ziet bijna geen slapshot meer. Je ziet bijna geen slapshot meer. Nee, het is allemaal schieten op flex. En de manier waarop we schieten tegenwoordig is ook heel anders. Dus ja, een snapshot zie je ook bijna niet meer, hè? Of een pullshot, het is allemaal op flex. Ja. Nu zei je dat je er nooit eerder in de microfoon had gesproken. Dat gaat hartstikke goed, toch? Nou ja. We maken er een mooie avond van, Mark. We gaan ervan genieten en we hopen dat we een mooi verslag kunnen maken voor de kijkers thuis. Dankjewel. Ja, ik mag, ja.
Noël Houkes, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zeker. Je hebt zelf een microfoon. Zelf een microfoon inderdaad, ja. Ja. We hadden vandaag een debuut. Je vader zat erbij en ja. Die was trots, jongen. Ik hoorde het al inderdaad, ja. Een paar dagen geleden hoorde ik inderdaad dat mijn vader hier zo ging zitten. Dus ik dacht, het is wel mooi om te zien inderdaad. Ja, en dan gaan we even terug naar de eerste periode. Ja. Je maakt je schiet die puck achter de goal. Ja. Daarna pak je hem geweldig op, van mij uit de lucht. En scoor je? Nee, volgens mij niet. Volgens mij scoorde ik in de tweede periode. Dat was de tweede periode? De tweede periode was het inderdaad, ja. En ik stond voor de goal en ik schoot hem eerst al op de pads. En ik pakte ik de rebound op. En toen schoot ik hem door de pads schoot ik hem naar binnen. Dus dat was hartstikke mooi. Hartstikke goed. Ja. Hey, hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ik vond het een goede wedstrijd. Het was natuurlijk niet de beste tegenstander waar we speelden. Ik ben gewoon heel blij dat we de 0 hebben kunnen houden en zelf een goaltje en assist mee kunnen pakken. En ik ben ook heel blij met de team's prestatie, dus zeker een mooie wedstrijd. En weer de 0. Weer de 0 inderdaad, ja. Tweede keer al. Ja, dus dat is helemaal mooi. Zeker. We hadden in de eerste periode, de tweede helft van de eerste periode, hadden wij iets van, is er ook gevaar voor verzwakking? Hoe bedoel je? Nou, een beetje concentratie misschien. Voor het team? Voor het hele team. Ja, natuurlijk. Weet je, als jij heel veel goals op een gegeven moment voorstaat, dan moet je dan gewoon natuurlijk gewoon de focus erbij houden. En dat heeft Mark ook gelijk bij ons aangekaart. En toen hij dat aankaart, heb je ook gelijk verandering gezien in het spel. Ja. En dan komt er in de derde periode een time-out. Ja. Waarom? Ja, Marco die wou gewoon eventjes vertellen dat we gewoon een 0 moesten houden, geen domme dingetjes moesten doen, gewoon focus houden. Dat heeft hij verteld en ik vind dat we dat goed hebben afgerond. Ja. Volgende week spelen jullie uit en dan komt Groningen hier. Ja. Ik denk dat het hele mooie potjes zijn. Ja, ik denk ook voor de fans. Wat spannende wedstrijden volle in plaats bak. Van... Volle bak. 100% en nog meer focus. Hey, we houden je in de gaten. Hè? Dankjewel. Oké, bedankt. Super bedankt. Heb je? Ja, wij sluiten af met Ruben Vellinga, onze technicus die vraagt daarna. We hebben een leuke avond gehad. Over 14 dagen zijn wij weer aanwezig. Hopelijk, we weten niet wie dan de stand-in wordt. Vandaag was het Mark Houkes. Fantastisch bedankt. Ik vond het leuk om met je te werken. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En, ik weet niet of ik over 14 dagen een wedstrijd heb, maar anders hou ik me aan vol. Nou, we houden het in de gaten. En wie weet. Wordt vast leuk. Hey, dankjewel. En fijne avond allemaal. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door OG Clean Fuel.